We zijn vandaag bij PEC Zwolle. We gaan helemaal los. Dit wordt een super toffe uitzending. Hey, maar dit moet je even niet vergeten. Hè. Like, volg ons, want zonder jullie zijn we helemaal niks. En we zijn bij niemand minder dan... Ja, Mickey! Van de hart. Welkom jongens, leuk dat jullie er zijn, man. Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan doen. Ik heb er zin in, ik heb ook een goed gevoel over. Dus. De doelman van PEC Zwolle. We're skanking the rave, wrong with coat, no champs in the rave. Cloud go mad when the baseline drops, it's a vibes in sing, no skanking the rave. Heel tof, we gaan lucky trap, kontje trap, ken je wel hè? Ja, lucky trap deel wel, maar kontje trap dat heb ik nooit in combinatie met lucky trap. Oké, okay, wat mooi voor je pet. Mickey van der Hart, volging 3. Oh. 3 pogingen. Ja, en alle 3 mis. Ja. Ja, en goed mis. Nou, die laatste kwam wel een beetje in de buurt. Maar inderdaad, ik ben hier absoluut niet tevreden over. Jammer, bijna. Ik krijg je kant. Hij raakt hem gewoon. Ja, weer, ja. Ja. Gezegd toch? Niet normaal! Ja. Maar hoe kan dat nou met zulke schoenen? Ja, dit zijn de pannaatjes jongens. Jongen. Je mag ze een keer lenen hoor, op zondag. Ja, we hebben dezelfde maat dus. Waarom? Dat is goed man. Ja, goed. Ja, dus je bent nog met je gewend of niet nou? Oké, het is je gegund. Hey, dat betekent dus, maar dat betekent dus dat jij mag vuren op onze billen. Ja. 3 pogingen, 2 konten. 1 kont steekt een beetje uit, dus die moet ik zeker gaan raken. En die andere gaat ernaast staan, dus het wordt gewoon... Bam, bam, bam. Hij was op eigen gras in mijn rug, hè? Hey, Rob, dat lekker trap hebben we al gedaan, hè? Je moet die kont raken nu. Ik heb hem nu even op de voet, zo kan ik hem wat hoog houden. Het is vanaf hier. Klein rondje, en dan vang je erop. Dan ga je verder overhouden. Het lijkt makkelijk dan het is. Nou, Mick, het gaat niet zo lekker, hè? Dat zie je ook. Dus, doe maar 1 poging, anders ga ik gewoon thuis verder met oefenen. Ja, dat is even de bank. Nee. Die sproeier die staat gewoon aan. Er komt gewoon water deze kant op. Nou, het veld is helemaal gesproeid. Dus echt waar, ik ga glijden jongen, echt over het gras. Ik ga ze allemaal eruit halen. Hey, ik wil dus een goede duik leren. Ja. Je duik begint eigenlijk al een beetje met je houding, dus hoe sta je? Dus een beetje op je voorvoeten en knieën, een beetje gebogen. Ja. Daar begin je mee. En eigenlijk wanneer je gaat duiken, zet je 1 stap. En vanaf hier val je als het ware naar beneden. En dan moet je zorgen dat je niet te hard valt, want dan kan het nog wel eens pijn doen. Ja, precies. Dan gaan we krom naar huis. Dat is niet daar de bedoeling. Daar gaan we even aan werken. Nee, dus gewoon goed op je voorbenen. Ja, voorvoetjes, knietjes een beetje gebogen. Kijk naar de bal en dan vanaf hier denk je 1 stap naar links. En dan ga je duiken. Precies. En ik ben lang, hè? Ja, daarom. Dus je hebt genoeg lengte, want ik heb je wel op de paal gooien. Precies. Hoor. Weet je, echt hierna, jongen, echt een pek ontslaat jou. Ja, en dan moet ik in de goal hier. Ja, kijk! Oh, zo laat! Ja! Oh! Ja, Mickey, bij PEC Zwolle, 24 jaar. Ja. Hij is hier begonnen. Ja. Je had de ambitie om bij AS1 uiteindelijk door te breken. Ja. Toen ben je verhuurd naar Go Ahead. Ja. En uiteindelijk sta je nu hier. Ja. Hoe sta je er zelf in met je carrière? Nou, ik heb het gevoel dat ik op de goede weg ben. Ik ben pas 24, dus als keeper heb je nog een hoop jaar te gaan. Dus ja, ik sta nu weer in de goal bij Zwolle en het gaat goed. Hey, als we heel even teruggaan naar Ajax, hè? Want toen jij daar zat, dat was in de tijd van Frank de Boer. Ja. Kenneth Vermeer was eerste keeper, Jasper Sillissen tweede keeper. Ja. Jij stond daarachter. Ja. Hoe was het man om met 2 van zulke grote keepers te mogen trainen, spelen? Ja, dat was fantastisch. Gewoon, was eigenlijk elke dag genieten. Als pikje van 18 kom je daarbij en dan heb je met die 2 jongens waar je zo ongelooflijk veel van kan leren. Ja, dat was gewoon echt... Een hele bijzondere ervaring waar ik ook heel veel aan gehad heb in het verdere verloop van mijn carrière. Ja. Wat is nou eigenlijk jouw droomclub dan, als we toch over dromen hebben? Want je hebt zeker denk ik in Nederland wel een club waar je heel graag onder de lat zou willen staan, nou, ik ook heb, in het buitenland. Ik heb mijn droomclub is Liverpool. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat is mijn droomclub. Jasper Sillissen of Kenneth Vermeer? Kenneth Vermeer. In het tweede spelen bij Ajax of eerste keeper van Feyenoord? Eerste keeper van Feyenoord, ja. Oh, met Ajax verleden, Boerenkool met worst of saté met friet? Saté met friet.
Ja. Dan komt hij. De Kuip of de Arena? Ja, ook de Kuip. Kijk. Ja. Zo, oké. Is er een vraag waar je op terug wil komen? Ja, bij jou wil ik even terugkomen. Ja, ja, kijk, hè, dat, het tweede van Ajax of het eerste van Feyenoord, je wil op het hoogste niveau spelen. Dus ja. Hè, daarom kies ik voor Feyenoord. Maar goed, hè, qua club lijkt het natuurlijk duidelijk wel waar mijn voorkeur ligt. Hm. Dus dat is het enige wat ik nog eventjes wil toelichten. Ja. Dus jij begrijpt heel goed ook Kenneth Vermeer zijn keuze. Ja, absoluut. Dat is eigenlijk wat ja, dat is, ik ben je ja. Zelf vergelijkbare situatie. Tweede bij Ajax, eerste van Feyenoord. Ja, iedereen wil spelen op het hoogste niveau. Ja, Feyenoord is een club op het hoogste niveau. Ja. Ja. Ik vond het hartstikke leuk, weet je wel? Ja, ik ook. Ik ja, vond het ook super tof. Ik ga wel met een kromme heup naar huis, maar ik heb wel wat geluk. Hey Mickey! Ja, hey. Top, dat is joh, hè? Was leuk. Dankjewel. Like en subscribe, hè? Ja. Ja. Precies. En klik hier ergens. Ja, ja. Ja. Precies, dat doet ja. Goed. Ja. Ja, dat duimpje, dat zien we graag. Ja. 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 En we gaan natuurlijk weer verder. We gaan volgende week weer een andere club. Ja, precies. En volg ons ook op Instagram. En dan zien we jou bij de volgende Eredivisie Challenge. Later.